Hi allemaal, laatst hadden wij een video online gezet en dat was de IKEA Photoshoot Challenge. Die video die was echt, vond ik heel erg leuk om op te nemen en de reacties erop waren ook echt super goed. En als je bent vergeten wat het voor video was, dat was dus eigenlijk een beetje de challenge dat wij een mooie Instagram foto's zouden schieten en bewerken in de IKEA. Zonder dat je dus een beetje doorhebt dat het in de IKEA gemaakt was. Mm-hmm. En dat is gewoon een hele leuke manier om andere fotolocaties uit te proberen als je eigen huis, ja, als je gewoon foto's in je eigen huis maken. Een beetje cijferd worden, zeg maar. Ja, en de reacties die we van jullie kregen waren ook echt super positief. Ook als ik een foto plaats op Instagram krijg ik nog steeds hele leuke reacties. En toen hadden we ook onder de video een comment gekregen met daarin van ga anders de volgende keer naar de intratuin. En dat vonden wij ook wel een heel erg goed idee. Ja, want de intratuin is een heel leuk, eigenlijk ons favoriet tuincentrum misschien. Mm-hmm. En ze hebben daar namelijk allemaal hele mooie spulletjes en hele mooie planten. Dus we hadden ook zoiets van ja, het kan wel echt heel erg leuk worden. Ja, want vaak zijn er gewoon wat aparte hoekjes ingericht en helemaal afgesteld. Dus we hadden iets zo van, daar kunnen we misschien wel inderdaad goed mee werken. En leuke foto's schieten. Dus, we gaan de challenge aan. We gaan naar de intratuin vandaag. En ja, ik ben benieuwd. Ik heb geen idee wat we te zien gaan krijgen en wat de resultaten gaan worden. Maar dat gaan jullie allemaal met ons zien in deze video. Voordat we naar de intratuin gaan, vergeet niet een duimpje omhoog te doen voor deze video en je te abonneren op ons YouTube kanaal. Nou, laten we gaan. We zijn nu net naar binnen gelopen en we vinden deze plek naast de kassa echt fantastisch. Ja, deze is echt heel erg leuk. Wil je het proberen? Ja, misschien op het strandkrukje zitten of zo. Nou, de eerste foto is gemaakt. Dit hoekje was ook echt wel gewoon super fotogeniek. En dit is waarschijnlijk de winnende foto. Yeah, die man. Gezien. Die zijn echt goldie. Goldies. Oh, heel vet. Leuk. Laat maar eens even weten of jij vissen hebt thuis. Goudvissen misschien als een huisdier of andere huisdieren. Ik ben heel erg benieuwd. Wij hebben nooit vissen gehad, hè? Jawel, nee. Ik. Heb je, oh, ja, ja, ik heb ooit vissen gehad. Dat kreeg ik voor mijn verjaardag. Zat ik helemaal niet op te wachten eigenlijk. Oh. Maar het was op zich uiteindelijk wel heel erg leuk. Ja, klopt. Helemaal vergeten. Ik had er 2 of 3. We zien sowieso heel veel leuke spullen. Ja. Dus er zijn veel opties. En ik zat te denken, stel dat het te erg opvalt dat we echt gaan shooten zijn, dan moeten we gewoon even een plant pakken of zo en doen alsof we aan het shoppen zijn. Ja, denk ik niet. Misschien wel slim. Maar dit is heel leuk. We zijn nu in dit hoekje aangekomen. En dit is ook een van onze favoriete hoekjes. En we zagen net deze muur met al deze skulls erop. En dat is misschien wel heel erg tof voor zo'n headshot-achtige foto. Ja, we gaan het wel proberen. Het wordt wel lastig. Ik ben heel erg benieuwd of het lukt. Het ziet er heel leuk uit in het echt, maar ik weet niet of we het op de foto gaan krijgen. Ja, het wordt heel, het wordt heel erg krap, denk ik. Ja, maar sta ik dan beter? Ja, ik ben met het idee gekomen dat Larissa even heel snel erop gaat staan. Ja, maar dan ben ik niet dan weer te hoog? Het wordt ook echt heel druk. Nee, ik wil eerst even gewoon zo proberen. Okay. Of zou ik wel met iets van onder doen, maar niet onder je nacht? Oh nee. Ja, dat is wel heel dramatisch. Oh my god. Misschien je bent een van die laatste, maar dan moet ik wel. Ja, dit is top. Ook heel goed. Nee, dit wordt hem waarschijnlijk. Ik denk dat we hier wel wat mee kunnen. Het ziet er echt best wel tof uit. Kijken. Ja. We gaan proberen.
zien hier een super gaaf kleed. Hij is niet super goedkoop, maar ik denk dat het geld wel heel erg waard is. Ziet heel erg mooi uit met zo'n prachtige print. Zal ik hem eens omhoog houden? Dit kussen is bijpassend. Wow, ik zie al die haartjes rondvliegen. Oh, ik zit helemaal onder. Gadver. Maar kijk. Hij is wel heel leuk. Heel mooi. Ja. Maar heel hairy. We staan nu op de neppe bloemenafdeling. Dus dit is echt een hele goeie om een leuke foto te kunnen maken. We gaan deze locatie denk ik doen. Dus echt met die rozige bloemen. En dat past heel goed bij Tara's shirt. En ik heb hier een oranje roos die ze vast kan houden als prop. Dus dat is echt wel heel erg mooi. En we zijn hier gelijk ook een beetje beschut. Zoals je kan zien door de hoge nepplanten. Nou, het valt wel mee hoor, want ik wil aan de andere kant een foto. Ja, dat is waar. Waar het mooier is. Dat van, is midden in het vandaar gaat. Dat we nu heel even hier staan. Maar ik denk dat dit wel een goede locatie is. Ja, ga proberen. Helemaal erop. Even snel hoor, zit even te kijken. Het is wel grappig, alleen mijn outfit past er niet echt bij hè. Kijk wel heel gaar. Ja. Het kan nog wel leuk zijn denk ik. Zo een, deze. Dit is wel een hele leuke geworden. Ja, ik denk dat als we hem bewerken dat hij wel heel mooi kan worden. We staan nu op de balkon- en tuinafdeling en we zien dit hutje. Hij is wel erg donker, wel heel schattig heel van binnen. Leuk. Ach, moet je kijken, dit is heel gaaf hè, deze achtergrond. Oh, dit is heel leuk. Hier kunnen we misschien wel dit mee met dat hoekje. Ja. Dit is misschien wel leuk. Het valt je misschien op dat we iets zachter praten en iets rustiger dan normaal. Maar dat komt echt omdat we het idee hebben dat we iets meer op onze hoede moeten zijn hier. Er zijn ontzettend veel medewerkers, er zijn best wel wat mensen in de winkel. En ja, ik weet niet, het voelt wat meer awkward dan de IKEA-challenge op een of andere manier. En ik weet niet waarom. Misschien omdat dit toch minder, dat mensen het hier minder snel zullen doen op de foto gaan. Ik heb ook dat gevoel, ja. Dus. Maar op zich gaat het wel goed. We zijn er pas net, dus we moeten nog even. Maar zullen we dit hier proberen? Ja, dit vind ik wel leuk. Ik denk dat het wel heel donker is, maar we gaan het gewoon proberen. Ja, ik denk dat het wel leuk is als je op de goede plek staat. Dus wat is leuker daar? Dit hoekje? Hou eens die cavia vast. Heel bloedserieus die cavia. Oh my god. Die cavia. Oh, die is leuk. Ja toch? Ja. Kijk. Inclusief my new friend, die cavia. Oké, we werden net heel erg in de gaten gehouden door een meneer en ik keek ook niet heel erg vriendelijk. Dus we zijn nog een beetje voorzichtiger. Het enige is dat ik echt nog in ieder geval één foto van mezelf op moet. Want ik heb er pas één. En ik hoop dat we nog iets tegenkomen. Ik weet niet of we nog iets tegenkomen. We staan nu wel bij hele gezellige flamingo's. Dat is fantastisch. Zo leuk. Ik denk dat we even bij de planten buiten kunnen kijken. Dit zijn allemaal buitenplanten dan. Oh, het is wel lekker zonnig.
Ik weet niet of we hier iets kunnen doen. Nee, oké, ik heb me net vergist. Ik had al namelijk wel 2 foto's. Tara ook 2. Dus dat betekent dat we nog 1 foto samen moeten. En we hebben misschien een plekje gevonden. Dus we gaan even kijken wat er mogelijk is. We hebben inmiddels deze installatie. Dat is gewoon een pot. De achtergrond met bloemen. Mensen die eraan komen. Spanning. Het is echt druk. De mensen zijn echt... Ja, ik vind het spannend. Of die met die lang hogere stelen misschien, of niet? Oh ja, dit is wel leuk. Shit, ik heb 2 seconden terug. Ja. Even kijken hoor. Nou, ik weet het niet hoor. Ja. Ik weet het niet. Hij is wel gezellig, dat wel. Ja. Maar hij is zeg maar... Ja, hij is wel van, we zijn hallo, we zijn een tuincentrum, ja, uiteindelijk. Ja, het is niet heel... heel Instagrammable per se. Meer snapshots. Wil je nog een keer proberen, Sanders? Tara heeft een hele leuke plant gevonden en die willen we ook nog eventjes shoppen. Gewoon omdat we natuurlijk wel eventjes in de winkel hebben rondgelopen voor onze foto's. Maar verder zijn wij helemaal niemand tot last of zo trouwens. Dus nee, dat wil ik ook nog eventjes zeggen. Maar het is ook een hele mooie plant. Ja, en we dachten we maken nog even een rondje. Want heel misschien willen we nog 1 foto proberen te maken. We hebben een beetje moeite met het vinden van een goede locatie. Het is niet zo makkelijk hier. Mm-hmm. Ik had het makkelijker verwacht. Ja. Dus nog 1 rondje. Wie weet. We doen ons best. Nou, we zijn weer terug uit de intratuin en ik vond het wel echt heel erg leuk om te doen weer. Mm-hmm. Ja. Ik moet zeggen, het had echt een hele andere vibe dan in de IKEA. En het licht was echt beduidend veel beter. Dat komt omdat het licht ook vanaf de bovenkant komt en was wat meer wit licht. Ja, het was allemaal daglicht en het zonnetje scheen, waar we ook heel erg geluk mee hadden. Dus dat was echt super nice. Qua hoekjes was het misschien wel iets lastiger. Ja. Er was niet heel veel aanbod, maar we hebben wel hele leuke hoekjes gevonden. En de spulletjes die ze hadden waren ook echt weer heel erg leuk. Mm-hmm. Dus... ja, de collectie is gewoon weer helemaal top op dit moment. Als je er naartoe wil gaan, ik zou zeker eventjes rondkijken. Er was trouwens nog best wel veel 50% korting deals. Het is niet gesponsord of zo, maar we zagen overal 50% korting op de kussens. 50% op de wandkleden en zo. Dus als je tuin een upgrade wil geven, is het misschien leuk om even te kijken. Ja, mocht je trouwens ook een hele leuke foto hebben gemaakt in de intratuin of IKEA, tag ons zeker in die foto, want we zijn heel erg benieuwd. Net zoals in de vorige video hebben we al laten zien welke apps we hebben gebruikt voor het bewerken van deze foto's. En de linkjes en de namen daarvan staan ook in de beschrijving. En net zoals in de vorige video hebben we ook weer een poll aangemaakt. Die vind je in het i'tje. Stem daar ook zeker even op jouw favoriete foto van deze keer. Ja, ik ben heel erg benieuwd. En laat ook echt even een reactie nog achter. Want we vinden het heel erg leuk om de reacties door te lezen. En ook wat je natuurlijk weer van alle resultaten vond van deze video's. Of als je nog enkele andere opmerkingen of vragen hebt, mag het natuurlijk ook. Misschien heb je wel een ander ideetje voor een andere locatie waar we heen kunnen de volgende keer. Dat zou ook wel heel erg leuk zijn. Super bedankt weer voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten en je te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei!